Mijn naam is Wiebo Kochel. Ik ben geboren in Marineen in 1971. En ik woon nu al sinds 1994 hier in Broekland. Ik ben begonnen bij SV Marineen. En toen zat ik in het C-elftal. En toen was ik 12 jaar oud. En toen kreeg ik een oproep selectiewedstrijd voor wou spelen. Afdeling Zwolle was dat. En ik mocht toen door naar PEC Zwolle. Nou, op dat moment moest ik kiezen. Ik heb er wel voor gekozen natuurlijk. Want dat is een jongensdroom eigenlijk, wat we uit kamp komen. We hebben één keer meegedaan aan de Nederlandse Jeugd Olympische Spelen. Dat was in Papendal, in Arnhem. De bronzen plak gewonnen, zeg maar. Dus dat was wel heel grappig. Zodoende ben ik eigenlijk in PEC A1 terechtgekomen. Ik heb 2 jaartjes in PEC A1 gespeeld. Eén keer zijn we kampioen geworden het eerste jaar. En het tweede jaar, dus ging mijn klas hoger op. Het tweede jaar zijn we net achter PSV met 1 puntje. Zijn we tweede geworden. Dat was eigenlijk, maar wel voor Feyenoord en dat soort andere clubs. Dus we hadden echt wel een goed team eigenlijk. Daarna met de winterstop hebben ze eigenlijk bij mij zeggen ze nou, we willen graag dat jij bij het eerste komt. Ik speelde eens een paar oefenwedstrijden. In de winterstop nog een paar oefenwedstrijden spelen. Ik moest voor de eerste wedstrijd moest ik gelijk tegen SC Twente. Tegen Ronald de Boer. Die stond daar in de spits. En nou, dat ging eigenlijk wel heel erg goed. En toen ben ik eigenlijk na de winterstop bij het eerste gehaald. Dus bij alle profs. Ik heb 5 jaar in het eerste gespeeld. En toen kreeg ik een blessure met mijn rug. En heb ik een hele poos proberen te revalideren, zeg maar. De medische hulp is heel goed. Maar goed, je moet elke dag, je moet echt 5, 6, 7 dagen in de week voetballen. En dat was voor mijn rug op dat moment te veel. Dus toen moest ik stoppen eigenlijk. Ja. En dat was echt wel heel jammer, want op dat moment was er eigenlijk heel veel belangstelling voor mij. En daar had ik graag mee willen maken, maar dat zat helaas niet. Ja, begin 20, 24 of iets dergelijks. Dus dat was eigenlijk veel te vroeg. Ja, helaas, het was zo. Ja, ik heb een poosje bij de Rauwbak in Raalte gewerkt. Ik werk nu in Oldenzaal. Bij een bedrijf is DB Technologies. Dus ik ben nu actief in de afvalwereld. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen, 2 dochters. Ik ben al een aantal jaren jeugdleider hier geweest van de voetbal. Ik heb een hond. Vissen vind ik leuk, ik vind wandelen wel leuk. Ik zit nog op darten.